gekrabbeld. Dromen beginnen te komen. Mental depressie, ja, die komt eraan. Die komt eraan. Hey, hey. Oh, oh. Mental depressie, ja, die komt eraan. Die komt eraan. Hey, hey. Oh, oh. De grote hel die er ooit bestond. Soms voel ik me een beetje zo. Mental depressie, ja, die komt eraan. Die komt eraan. Hey, hey, wat voor zeg. Zeg, is dat uw crush, Kinder? Hallo! Hallo, beauty! Je bent een echte macho guy, hè? Hallo! Zeg, en is dat Celine van Celine Michiel? Ah, maar zo... Hallo, dag Celine? Is Celine? Dag Celine? Ah! Het is een flinter, hè? Hoeveel vriendinnetjes heb je er al gehad? Als er een plezante onkel is, dan is het onze broer, hè. Dan is het onze bosprotter. You know bosprotten? Misschien kunnen jullie dat samen doen, hè, in het bos. Lekker gaan protten. Lekker gaan protten. Jij moet een vriendinnetje zoeken. Dat ziet er wel tof uit. Ja. Kom mij. Hé, poefnoepje. Ik heb een bloempje voor jou mee. Oké, okay, bosprotter, even een tip. Je moet haar een compliment geven. Hij is echt een knappe mama. Wie ben jij eigenlijk? Bye, bye, bye. Momentje, ja. Bosprotter, wie is die blonde stoeipoes? Waar is Steffi? Boris, had je dat internet al mis kunnen aangereden? Rustig, Boris! Rustig! Wat is haar naam? Mevrouw van den Bossen! Misjes van den Bosch, leefde jij nog? Zou toch niet, ze is dood! Wat moeten we nu doen? Oké, stap 1, auto afzetten! Hij staat al af. Ik heb een idee! De EHBO-kit! Een windeltje, een stereoverband! Een plekje, een driehoekig stereoverband! Wat is dat? Momentje! Ah, oh, ik ga even iets doen! Oké, okay, ik ben terug. Ja, haar puntenboek, even kijken. Ademt ze nog? De broer van Boris? Gebaasd! Rijd er nog eens over! Bosprotter, waarom heb jij zo'n pot bij? Hey. Vandaag doen we een spreekbeurt over ons huisdier. Heb je al de poes in je pot gestoken? Nee! Dit is gewoon Lindsay, de vogelspin. Ah, de vogelspin. De vogelspin! Ah! Hij is weg. Wat? Hij is weg. Hij is weg! Bosprotter, zeg dat ik deze grap. Lindsay! Lindsay! Ah! www. Waar is Lindsay, de vogelspin.be? Wat heb je aan het doen? Ik zoek haar op het wereldwijde web. Lindsay! Hij zit aan mijn voeten! Oh, hij zit aan mijn... Haal die maar weg! Lindsay! Ja weg! Ja weg! Lindsay! Liefste klasgenoot, het jaar is gedaan. Nu moet ik heel de zomer niet meer met jouw stinkgeur omgaan. Mopje of een doos kan je missen! Hey, waarom ben je ontwenen? Verveel je omdat je alleen thuis zit terwijl al jouw vrienden je aan het volspammen zijn met vakantiefoto's? Shhh, stop daar maar mee. Dat is gewoon een teken dat het tijd is om wat wiskunde te doen. Mijn naam is Tim van Beek en als 19-jarige miljardair heb ik deze villa in West-Vlaanderen gekocht. Hoe ik zo succesvol ben geworden? Simpel. Ik start elke dag met een ijskoude douche. Er komt geen water uit. Ja, ik ga er gewoon water op monteren, ze. Maar ik kan al super loofwaardig, ga het verschil echt niet merken. Brrr, allee zeg. Vervolgens ga ik aan het werk.
Ik ben namelijk influencer, contentgator, audiovisuele sector. Is mijn poep niet te dik op mijn nieuwe foto? Nee hoor. Oh leuk, wat een dikke poep. Influencer is geen hobby, het is talent. Net zoals gaan eten in een hamburgertent. Welkom in het politiekantoor, mevrouw. Weet u waarom u hier bent? Omdat ik een fietser heb aangereden. Nee. Oh. U bent hier omdat u bent aangeklaagd door uw zoon. Door mijn zoon? Welke? De lelijke of de dikke? U heeft maar één zoon. Ah ja, de lelijke dikke. U wordt verdacht van het opeten van een hele zak chips zonder met hem te delen. Nee, dat kan niet. Ik ben op dieet. Waar was u vrijdagavond? Gewoon in mijn zetel. Want kijken naar ex op de fiets. Oh nee, de volgende ex is daar. En u beweert dat u niks heeft gegeten tijdens dat programma. Inderdaad. Mevrouw. Oké, misschien één chipje. Mevrouw. Oké, de hele zak. Mevrouw. Oké, de hele zak en een halve kip. Yeah. Een ochtend in het leven van een eerste jaar. Hé, hey, schat, luister. Jij moet niet grote mond doen tegen mij, want ik heb een nieuw broodramdoos van Semi. Oké? Okay? Voer deze drama. Oké, goedemorgen iedereen. Mijn naam is Pieter en vandaag 20 juli mijn ochtend. Sorry dat ik er zo brak uitzie. Ik ben gisteren 23 uur opgebleven. Staat, hè? Maar wat wilt je? Mijn bestie was net 12 geworden. Mijn outfit voor vandaag is deze super fancy die kwartsbroek en dan mijn kousen met sandalen. Dat is waar, show. Wat neem ik mee? Mijn vierkante boekentas. Mijn gsm, zodat ik Brawl Stars kan spelen. Mijn cursus, want ik heb straks dikke toets van Huisje van Eiteren. En 5 euro zodat ik straks snoepjes kan gaan kopen. Shhh, mijn zwaar bijna is. Mama, zijn mijn bokjes gesmeerd of niet? Hé, hey, wat schat. Ik had pindakaas gevraagd, oké? Okay? Tienduizend lupalonnen kleuren de horizon. Dansen, 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 kan ik groeien. Oh ja, lele. Ik voel me plots weer zo. Oh ja, lele. Yo, lele, yo. Leonardo, Leonardo DiCaprio. Oh, we zijn de top. Het feest aan Carino. Wordt het een meisje of Niels? Wanneer wordt presentatie gegeven? De ontstresser. Oké, denk gewoon dat iedereen naakt is. Ah? Nee! Meester! De zenuwachtige. Hallo iedereen, mijn naam is Timon en vandaag doe ik mijn spreekbeurt over mijn dikke moeder. De ultra-zenuwachtige. Dikke moeder. De tekstvergeter. Wat was mijn tekst nu weer al? Ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Nee, het was toch iets anders. De entertainer. 5, 6, 7, 8. De spreekbeurt geven doe je zo, yo, 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 yo. De meebrenger. Hallo iedereen, vandaag doe ik mijn spreekbeurt over mijn favoriete huisdier, Niels de Stadspaarder. De vergeter. Blijkbaar moesten we vandaag een spreekwoord geven. Dus ik doe de mijne over. Over, 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 over. Wat doet jij? Wat? Ik ben gewoon een zandloper. Wanneer om les te volgen? De strever. Vertel eens, meester. Hoeveel heb ik op mijn toets? Een 9. Ik heb een fout. De eerste jaar. Hey, wat schat, luister. Jij moet niet grote mond doen tegen mij, want ik heb dikke Playmobilboot. Oké? De stiekem gsm'er. Oké, als ik mijn gsm op mijn schoot leg en een stilte TikTok kijk, gaat niemand dat doorhebben. Dansen, 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 kan ik! De huiswerkmaker. Timon, zet jij huiswerk aan het overschrijven? Oh nee, de meester heeft mij de smiezen. Oké, reageer rustig en normaal. De wegloper. Meester, ik ga snel mijn boek. Dat ligt nog in mijn kluisje. En mijn kluisje staat in Canada. Ja. De boekvergeter. Oh nee, volgens mij heb ik mijn boek niet mee. Dit is het niet. Dit ook niet. Dit ook niet echt. De slaper. Wee, 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 wee. De stille doos. Heb jij een vraag, Timon? We verstaan u niet. Nog altijd niet. Of ik naar het toilet mag, want ik heb lopende diarree. Hallo, ik ben juf Magda. Ik werk in de school Refter, ook wel de schoolkantine op de eetzaal. En ik hou van mijn job omdat ik heel veel leuke leerlingen leer kennen. Bezwegen en eten! Ik serveer heel wat warme maaltijden, zodat onze studenten nooit iets tekort komen. Jij bent veggie? Aangenaam veggie. Ik ben Magda en hier is een grote klomp frias. Natuurlijk zijn de gerechten op deze school erg gezond, duurzaam en evenwichtig. Hoeveel patatten moet je hebben? Niet zoveel? Verstaan je niet zo goed zo, manneke? Ik vind het daarnaast erg belangrijk dat onze ingrediënten vers zijn. Vers en blik! En dat er geen voedsel wordt verspild. Maar stoppen! Alles moet open!
Een kijk in de relatie van het eerste jaar. Hé, hey, was schat, luister. Wilt jij het met me aan of niet, of niet? Poeh, ja, graag. Ah, wow, zwaar show. Yo, Zeris, ik ben Jelena en ik ben al 1 week samen met Pieter van mijn klas. Ja, ik ben nu make-up aan het doen, want we hebben straks een date. We gaan semi en chill, jij weet toch. Bro, we hebben net ook al handjes vastgehouden. Sorry hoor, maar ik en mijn Pietertje zijn echt wel al een volwassen koppel. Hé, hey, was schat, waarom opent jij mijn snap niet? Kom maar, we zijn bijna 13 jaar. Wij kunnen dat wel hoor. Geef me niet grote mond toe tegen mij, want ik had 9 op 10 voor huisje van Eiteren, oké? Okay? Ik ben zeker, wij gaan nooit uit elkaar. Wajo, oké, maak het uit dan. Tfoe, deze guy. Pieter for life. Weet je wat ik echt haat in de basisschool? Nou, je zit midden in de klas en je moet oefeningen maken. En je doet dat samen met de juf. En je denkt, ik weet het antwoord, ik ga mijn vinger in de lucht steken. Dan duidt de juf je eindelijk eens een keer aan. En wat doet die ene jongen? Ja, die roept het antwoord door de klas. En dan denk je van... Wezen, waarom? Waarom ik? Hallo, ik ben een weerwolf. Raaah. Te cliché. Volgende! De smeerwolf. Zeg mannen, moet ik al een boken hebben? De sfeerwolf. Ah? De scheerwolf. Pfft. De toveroverovenaar. De zeemeerspin. Ha, oh, maar met de verkeerde poot uit bed gestapt. Ah. Nee. De vampier. Flesje water? Stankenstein. Ik doe niet mee aan wassen. Ik ben wat sociaal. Volgende alsjeblieft. De dementor. Waar ben ik? De heks. Oeh, dank u. Het spook. Boe. Heb je er al? Nee. Allee, nu doe ik niet mee met de gebroederschim. De eerste Vlaamse griezenfilm die uitkomt op 3 november in de betere bioscopen. Hé, hey, wat schat, luister. Ik ben Jelena en ik kom me inschrijven voor Squid Game. U bedoelt Squid Game? Ja. Maar ik ben een kind. Excuseer? Ik ben wel al bijna 13, hè. En jij moet geen grote mond doen tegen mij, want ik heb dikke Playmobilboot. Dikzak. En u heeft geen probleem met de gevaarlijke opdrachten? Gevaarlijke opdrachten? Zoals wat? Ik ben wel op ponykamp geweest, hè. Eet we die piano? Oké, okay, Jelena. Wat er ook gebeurt, niet bewegen. Dansen, 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 kan ik! Piu, piu. Maar stop! Dat was bijna tegen mijn kop. Manier om de klas binnen te komen. De roddelaar. Oké, jongens, pas allemaal op, want blijkbaar stinkt de meester weer vandaag. Hé, meester. Ah! De directrice. Pieter, ik moet jou iets persoonlijk vragen. Hoe is het toch met je teenschimmels? De strever. Oh my god, tijd voor wiskunde. Ah! De sleutelende leerkracht. Ja, mannekes, we worden stil. Jasper, doe je broodroos weg. Wat zijn er zelfs aan het eten? Morgen. De strenge leerkracht. Ah! Stilte! Maak oefening 1 tot en met 380 en zwijg, want ik moet ook werken. De deurfluisterende leerkracht. De gezagloze leerkracht. Hallo iedereen, ja ik ben er, dus willen jullie stil worden, dan kan de les beginnen. Hallo. Alsjeblieft. Maar stop. Ha op. Hoe verschillende leeftijden hun verjaardag vieren. Hallo, welkom op mijn feestje. Oh, dankjewel, een broodrambroos van Semi. Die heb ik al. Foe, beter zijn hij show voor mijn slaapfeestje. Mijn horrorfilm kijken en nachtje doordoen. Hoe zwaar badass. Welkom op mijn suite. Het thema is zweet. Een zweet, zweet. Oh my god, ik heb daarnet aan een pintje geroken en ik ben zo zat. Feesten! Hallo, dit is ons huisje. Dit is onze zoon, Stolbe. En hoe was het met de kinders? Eh? Opa, speciaal voor jouw verjaardag hebben we een verrassing. Een nieuw gebit? Nee, een TikTok-dansje. Ah! Dansen, 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 kan ik! Manieren om te eten. De opschepper. Allee zeg, dat is nu echt wel jammer. Ik ben mijn saaie boterhammen vergeten. Gelukkig heb ik iets besteld. Yeah. De teveeleter. Oh, het ziet er super lekker uit, maar ik ben op dieet, dus ik ga niks eten. Oké, misschien 1 klein hapje. Oké, misschien alle 3 de doos en een halve kip. De pikante doos. Oh my god, ik kan zo goed tegen pikant. Yeah. De hongerige. Maar ik alsjeblieft een stukje. Je krijgt al mijn samenvattingen. Mijn portefeuille. Mijn moeder. De gsm'er. Mama, doe je gsm weg. Ik mag dat ook nooit. Ik wil aan het werken. De egoïst. Niemand komt aan mijn loaded box van Pizza Hut. Zet geen stap dichter of ik begin te kreunen. De prater. Oh my god, jongens, ik heb een nieuwe roddel. Iemand aan deze tafel heeft geen vrienden. Ik ben het. De twijfelaar. Welke zou ik proberen? De American style, de hot curry style of de kebab style? Probeer ze allemaal. Wie zet je? Maar vertel me vooral meer. Met de kortingscode KC44 krijg je 25% korting op je tweede loaded box bij Pizza Hut. Echt? Nee. Ah. Popje, toch wel.
Mama, we moeten nu vertrekken. Mama? Mama? Mama, ik ben terug van de winkel. Ik heb vis gekocht. Huh? En ook een komkommer. Yeah. Mama is even op het toilet. Ah ja, trouwens mama. Ik heb 10 op 10 voor huis van Eitre. Mama, waar is mijn hamster naartoe? Nee. Wat heb jij gedaan met Boergier? Boergier. Zeg, Timon, en hij kost eens opeten. Nee, nog niet. Ja. Wat? Wat gaat je doen? Nee, nee. Wanneer dan begint ze om te kijken? De rustige schrikker. Amai, allee zeg. Erg angstwekkend. De niet zo rustige schrikker. Ah! De spoiler. Hallo, ik heb deze film al gezien. Nee, nee, ik kan niet spoilen. Ze gaan allemaal dood. Ja. De ontkenner. Oh my god, het is zo saai. Ik ben eigenlijk iemand die nooit schrikt. Eigenlijk is niet zo strafbare, maar een matige artiest. Ah! De slaper. Wee, 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 wee. De rare doos. Oké, ik wil gerust nee kijken naar de griezelfilm, maar ik schrik wel zoals Michael Jackson. De wegloper. Timon, kom terug. Alle monsters zijn al weg. Ook het monster in de roze kamerjas. Maar stoppen! De genieter. Ah, ik hou van griezelfilms. Bestond er maar een Vlaamse griezelfilm over twee broers die op spoken jagen. Die bestaat! De Gebroedersschip vanaf 3 november in de bioscoop. De ideale familiefilm voor op Halloween. Ik weet niet hoe ik moet reageren op zo'n goed nieuws, dus hier is een foto van mijn oma. Hey, wat schat, luister. Deze liedje is voor iedereen die grote mond doet tegen mij, oké? Okay? Ik ben Jelena, eerste jaar een zware badass, klein gevaar door alle losers en gevreesd van mijn ponykamp geweest. Ik heb de dikste boekentas en ben de slimste uit mijn klas. Heb 10 op 10 op toets van Frans, dus ik doe deze TikTok-dans. Dansen, 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 kan ik! Pieter, mijn boy, mijn lieve man, hij is van mij. Toen blijf ervan, we hebben echt wel aan het band, want wij lopen soms hand in hand. Semi is los, semi is light, om zoals een broodhoes. Blijf uit mijn buurt of jij gaat dood, ik heb dikke Playmobilboot. Pfff, deze drama. Wat doet jij? Wat? Dit is gewoon geldklopperij. Wat doet jij? Wat? Ik ben gewoon een zakkenroller. Wat doet jij? Wat? Ik zit gewoon in een noodsituatie. Ik ben Timon en ik heb eindelijk een lief. Haar naam is Siri en we hebben elkaar online leren kennen. Hey Siri, noem me vanaf nu Poepsnoepje. Oké, Poepsnoepje. Ah! Hey Siri, speel romantische muziek. Hey Siri, bel mama. Je echte mama of je adoptiemama? Wacht, wat? Ja, ondertussen is onze relatie al vrij serieus. Ah! Nee, nee, we kunnen wel echt over alles praten. Ja. Hey Siri, ben ik een mooie jongen? Ben jij een jongen? Ah! Hey Siri, is mijn poep te dik in deze rok? Jouw poep is te dik in elke rok. Maar stop! Oh! En daarom heb ik besloten om haar ten huwelijk te vragen. Hey Siri, wil je met me trouwen? Natuurlijk wil ik met je rouwen. Nee, nee, trouwen. Niet rouwen. Ze was nog zo jong. Gelukkig heb ik deze refurbished iPhone kunnen kopen met Proximus. Een toestel dat gereinigd, gerepareerd en getest is. En goedkoop dankzij mijn telefoonabonnement. En goed voor het milieu door een kleine CO2-afdruk. Je stinkt een beetje. Alsjeblieft! Mijn naam is Timon en ik kan totaal niet flirten. Daarom ga ik vandaag oefenen met Sophie, mijn fiets. Sofiets. Oh my god, je hebt echt een mooie ketting aan. Amai zeg, ik voel meteen een band tussen ons. Alles loopt op wieltjes. Ja, in het begin ging het echt supergoed, maar daarna kwam er toch een rem op onze relatie. Zeg, waarom zet je nu zo overstuur? Hoezo, ik wil het niet meer opgezadeld zijn met mij. Amai ze, iemand heeft precies een ochtendhumeur. Of moet ik zeggen, een ochtendcoureur. En dan is er jammer genoeg een slot aangekomen. Ja. Vertel eens, waarom denk jij dan vandaag zo bij de directrice moest komen? Omdat je relatie hebt met de meester. Nee! Oeps! Je moest naar hier komen omdat we op de camerabeelden hebben gezien dat jij rookt. Oh my god, roken is zo cool. Dat kan letterlijk iedereen zijn. Ik ben trouwens Jelena. Goh, je gaat daar toch mee moeten stoppen. Geef mij één goede reden. Het stinkt. Jij ook. Je gaat vroeg sterven. Jij ook. En het is verslavend. Jij ook. Wat? Wat? Jelena, roken is slecht voor het bloed aan de hart, longen, huid, hersenen, tanden, voortplanting en het kost veel. Dus geef dat pak sigaretten niet of ik weet te kruinen. Oké, dan. Dank u. Gratis zang voor heel de Lena's kamer, yeah! Oké, okay, jongens, vergeet het laatste, dat was natuurlijk een mopje. Maar zet je net zoals ik ook zag tegen je roken, ga dan naar www.driprook.be en duw op deze knop. Wat doet jij? Wat? Ik hou de website gewoon in het oog. Het
Wat doet jij? Wat? Ik schreeuw het gewoon van de daken. Inderdaad, ik sneeuw het van de daken, want vanaf volgende week staat er een nieuw account samen met een van de grootste TikTokers van het land. Wil jij weten wie? Klik dan hier beneden. Wat doet jij? Wat? Ik ben gewoon een kettingroker. Wat doet jij? Wat? Het is toch een waterval? Eens kijken naar tv. Ja. Onze liefde is een maand verband. Nee. Ik ben Donald Meulen. Hallo. Mastobbe. Ja. Mastobbe? Mastobbe. Mastobbe. Dank naar Timon Verbeek. Mastobbe. Die heeft het uitgevonden en dat ging heel hard viraal. En nu weten heel veel kinderen daarvan. Yeah. Mastobbe is genomineerd voor het kinderwoord van het jaar. Je kan vanaf nu stemmen tot zondag 12 december via onze website. Ik ben benieuwd.